Hoi, ik ben Nicky van Computer Center en deze achter de schermen video behandelen we de vraag: wat is het verschil tussen een Chromebook en een Windows laptop? En gaan we ook in op de voor- en nadelen van beide laptops. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. De Chromebook draait op het Google bedachte Chrome OS systeem en de Windows draait op, je raadt het al, het Windows systeem. Laten we beginnen met het opnoemen van de voor- en nadelen van een Chromebook. De voordelen zijn een lange accuduur, je kan alles opslaan in de cloud en het werkt goed samen met een Android-telefoon. De nadelen zijn dat het een gesloten systeem is, dus je kan het alleen gebruiken met andere Google-producten. Ook kan je het niet gebruiken voor gamen en je kan er geen Office-producten op zetten zoals Word of PowerPoint. Maar hier zijn wel door Google bedachte alternatieven op. Dan gaan we nu in op de voor- en nadelen van een Windows-laptop. De voordelen zijn dat je alle programma's erop kan doen, dus je hebt een uitgebreid aanbod, veel keuzevrijheid. Ook is het geheugen makkelijk te upgraden en kan je gebruik maken van het Microsoft Office systeem. De nadelen zijn dat de accuduur minder is dan een Chromebook en is je minder goed geïntegreerd met een Android telefoon. En dan de conclusie. Het is natuurlijk aan jezelf om de voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen om te kijken welk systeem het beste bij jou past. Wil je nou meer hierover weten, dan kan je ons altijd advies vragen via de website of kom langs in de winkel. Vond je deze video nou leuk? Deel hem met je vrienden en familie en abonneer op onze kanalen voor meer achter de schermen video's.